In het weekend van 13 mei, dus vrijdag 13 mei, zaterdag 14 mei en zondag 15 mei gaat Forum voor Democratie iets nieuws doen. Iets wat nog nooit eerder is gebeurd. Nog nooit heeft enige politieke partij dit gedaan. Namelijk de leden vragen hoe wij moeten stemmen. Dat doen we in een bindend referendum, dat digitaal wordt uitgeschreven. Mensen krijgen per mail een code en dan kunnen ze stemmen. Kunnen ze laten weten of zij vinden of wij als fractie in de Tweede Kamer voor of tegen de referendumwet moeten gaan stemmen. Nou, we zijn natuurlijk ontzettend voor referenda. Dat is het allerbelangrijkste dat ontbreekt in de Nederlandse democratie. Maar deze referendumwet, en daar heb ik uitgebreid ook over gedebatteerd in de Tweede Kamer, is wel heel erg gemankeerd geraakt. Er zit een enorm hoge uitkomstdrempel. Je moet echt ongelooflijk veel mensen op de been krijgen om dit te laten werken. En het is ook nog eens een keer beperkt in omvang. Je mag het niet hebben over internationale thema's, grote internationale ontwikkeling enzovoorts. Dus wij zijn heel erg sceptisch. Tegelijkertijd, ja, iets is misschien wel beter dan niets. Nou, dat willen we voorleggen aan u allemaal, aan onze leden. En om dat te starten, om die ledenraadpleging te openen, organiseren wij op vrijdag 13 mei een lagerhuisdebat voor onze leden met voorstanders, tegenstanders en dat wordt live in Nieuwegein. Daar kun je je voor opgeven. Het zou ontzettend leuk dat er heel veel mensen zijn. Dus ga naar onze site, meld je aan, wees erbij op vrijdag 13 mei en laat weten wat je ervan vindt. En ga natuurlijk stemmen, zodat wij de week daarna hier in de Tweede Kamer kunnen doen wat onze leden van ons verwachten.